Voordat ons verder gaan met ons ontleding van die nieprys, die determinante van vraag, wil ek vir so oomblik stilstaan by die onderskeid tussen hoeveelheid gevra en vraag en daarmee saam ook beweging langs die kromme en een verskuiwing van die kromme. Dis as sien, ons as ekonome maak nogal groot story van dit, maar baie keer vind ek dit verwarrend. Wanneer is dit nou een verandering hoeveelheid gevra, wanneer verskuif jy kromme, hoe stel jy dit voor, en so. Ek wil jy net twee goeikies onthou. En al twee die goeikies het te doen met prys. As die prys verander, dan verander die hoeveelheid gevra. As die prys verander, hoeveelheid gevra. Hoe stel ons dit grafies voor? Wel, as die prys verander, dan beweeg ons van een punt op die kromme na een volgende punt op die kromme. Met ander woorde, beweging langs die kromme. So prys, hoeveelheid gevra, beweging langs die kromme. As enigiets anders verander, met ander woorde, enige van die nie prysgoeders. Enige van dit verander, dan is dit een verandering in vraag. En dit word voorgestel deur een verskuiwing, het sy na links of rechts van die vraagkromme. Een ander manier wat mens dit kan onthou. As dit wat op die vertikale as verander, dit wat op die vertikale as staan, skies toch verander, dan is dit een beweging langs die kromme. As enig iets anders, met ander woord, dit wat nie op die vertikale as staan verander, dan is dit een verskuiwing van die kromme. Ek wil sê, tussen al die, moet jy net twee goed onthou. Dink net aan prys. As prys verander, onthou jy in die eerste plek, dis een verandering om hoeveelheid gevra, en in die tweede plek grafies, beweging langs die kromme. As jy dit onthou, dan al die ander goeders, weet jy, dis een verandering in vraag en een verskuiwing van die kromme. Ons gaan later, as ons bietjie verder is met ons ontleding, meer sê oor die rede hoekom dit so is, maar vir die oomblik, en dit geld beëindig vir al die grafieke wat jy gaan doen. Onthou net hierdie twee goeikies, prys, dit wat op die vertikale as staan, beweging langs die kromme, verandering in hoeveelheid gevraagd.